In deze video gaan we kijken naar een voorbeeldopgave waarin we onder andere een coördinatentransformatie gaan toepassen. En de opgave gaat over een voorwerp dat een vallende beweging uitvoert. En deze beweging is vastgelegd en de meetresultaten hiervan staan in de tabel. De eerste vraag die we moeten gaan oplossen is de volgende. We moeten van de tabel een XT-grafiek gaan maken en vervolgens nagaan welk verband er zou kunnen bestaan tussen de grootheden X en T. En hiervoor kun je tabel 36a van Binas gebruiken. Want in tabel 36a staan een aantal veel voorkomende verbanden. Nou, als ik de grafiek netjes ga uitwerken, dan krijg ik iets wat hierop lijkt. En je ziet al wel dat die meetpunten op een vloeiende lijn lijken te liggen. En die vloeiende lijn laat ik hier ook nog even zien. En als je nu in tabel 36a kijkt, dan lijkt deze lijn, dit verband, lijkt best wel op een kwadratische functie. He, dit lijkt best wel op een stukje van, van een parabool. Dat gaan we onderzoeken. We gaan eens kijken of we kunnen eh, achterhalen of onze gedachte, onze hypothese juist is. Dus we gaan een tweede grafiek maken waarmee we willen aantonen dat het verband wat we net zagen, dat dat inderdaad een kwadratisch verband is. Nou, dan moet je een coördinatentransformatie uitvoeren. Vaak doe je dat op de x-as. En de truc is dat je in plaats van t, die we net hebben uitgezet op de x-as, iets anders gaat uitzetten op de x-as. Nou, als je wilt nagaan of er uh, sprake is van een kwadratisch verband, dan zul je t kwadraat op de x-as moeten uitzetten. Wat ik eerst ga doen is mijn tabel uitbreiden met een derde kolom, waarin ik t kwadraat netjes uitreken. En wat ik nu ga doen is een nieuwe grafiek maken, waarbij ik t kwadraat op de x-as uitzet en x op de y-as. En als ik dat doe, dan krijg ik deze grafiek. Het grote voordeel van het uh, toepassen van een coördinatentransformatie is dat je met grotere zekerheid kunt zeggen of die punten, jouw meetwaarden, of die voldoen aan het verband wat je verwacht. Het verband dat we verwachten, en daarom doen we ook die coördinatentransformatie, is een recht evenredig verband. En als ik een lijn trek door mijn meetpunten, dan zie je dat het inderdaad ook een recht evenredig verband is. De meetpunten liggen vrijwel op een rechte lijn en de lijn gaat ook nog door de oorsprong. Wat ik nu heb aangetoond is dus dat mijn meetwaarde x en t voldoen aan een kwadratisch verband, want ik heb een coördinatentransformatie uitgevoerd. En na die coördinatentransformatie liggen alle punten netjes op een rechte lijn door de oorsprong. De vraag is nog niet klaar, want nu gaan we iets doen met die rechte lijn. De vraag is namelijk de volgende. Bepaal nu de versnelling waarmee het voorwerp valt aan de hand van de stijlheid van die grafieklijn. En je kunt dan gebruik maken van de vergelijking waarmee je de verplaatsing van een ver, uh, versnellende beweging kunt uh, vastleggen. En die vergelijking hoef je niet te kennen voor het eindexamen, zeg ik er meteen bij. Maar die staat wel in BINAS. En die ziet er zo uit. Het ziet er heel ingewikkeld uit. Maar gelukkig in onze situatie kunnen we het al het een en het ander versimpelen. Want ons voorwerp begon op tijdens t is 0 op 0. Dus er is geen beginplek. Er is geen x0. En het voorwerp had ook nog geen snelheid op tijdens t is 0. Dus v0 is ook 0. En met x0 en v0 allebei 0 kan ik dit versimpelen tot deze vergelijking. Nou, deze vergelijking gaan we eens meenemen naar de grafiek die we net hebben gemaakt. Hier is de grafiek weer, ik heb de vergelijking uh, opgeschreven. Um, we hebben hier te maken met een recht evenredig verband. Wiskundig wil dat het volgende zeggen: Wiskundig wil dat zeggen dat de y-waarde gelijk is aan een constante maal de x-waarde. En die constante is ook nog eens gelijk aan de stijlheid, oftewel de richtingscoëfficiënt bij wiskunde. Van mijn getrokken lijn. Als je nu goed kijkt naar de bovenste uh, formule, dan zul je zien dat wij op de i-as x hebben uitgezet en op de x-as t kwadraat. Die half a die erbij staat, die moet dus wel gelijk zijn aan de stijlheid van mijn rechte lijn. En ik wil a bepalen, dus ik ga eerst eens kijken of ik die half a kan bepalen. Kan ik de stijlheid van die lijn bepalen? Dit is een wiskundevaardigheid: de stijlheid van de lijn, oftewel de richtingscoëfficiënt van die lijn die is gelijk aan het verschil in de y-waarde gedeeld door het verschil in de x-waarde. Je maakt een mooie grote driehoek. Je leest het verschil in de y-waarde af en je leest het verschil in de x-waarde af. Omdat we hier natuurlijk geen wiskundige grafiek hebben, maar echt een natuurkundige grafiek, eh, moeten we zeggen dat omdat we op de y-waarde x hebben uitgezet en op de x-waarde t kwadraat, dat we delta x gedeeld door delta t kwadraat gaan berekenen. Nou, als je die twee waarden netjes afleest en invult, dan komt eruit dat de stijlheid gelijk is aan 4,9. Als je een regeltje hierboven kijkt, dan zie je nog staan dat de stijlheid gelijk is aan een half maal a, een half keer de versnelling. Dus a is twee keer zo groot en is dus gelijk aan 9,8 meter per seconde in het kwadraat. Dit getalletje zul je ongetwijfeld herkennen, want dit is natuurlijk de valversnelling waarmee elk voorwerp op het aardoppervlak valt als er geen luchtwrijving is.